de herdershonde. En u ziet het, dames en heren, het is een grote groep. Verschillende grote slagen, kleuren slagen. Verschillende karaktertjes ook, beslist. Huishonden, werkhonden, gezelschapshonden. Ze zitten er allemaal tussen. En laten we even de keurmeester volgen in de keuring. In de selectie. De poelie zwart. Het schipperke. The name of the schipperke is not coming from a ship or a boat. No, not at all. It's just the dialect from the Louvain radio make it say schipperke. It's a small herding dog. That's what it means. Wels Corgi. De Bouvier de Flandre. En we hebben de zesde, de Australian Shepherd. En graag uw applaus voor de prachtige honden die deze ring verlaten. Gefeliciteerd. Feels good. Holy baby. Well, nothing like a love is true. You're fine. So kind. Don't you tell this world that you're mine, 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 mine. That you're trying to hell that I went on my thumb. Real nervous, the bloody show is. You shake my nerves and you rattle my brain. Too much of love drives a man insane. You broke my will, but what a thrill. Goodness gracious, great balls of fire. I let you love what I thought it was funny. You came along and moved me, honey. We waren net aan het zeggen, dames en heren, dat wij verrast waren van zoveel herdershonden te zien hier vandaag. Want eigenlijk is de groep 2 groter, maar was kleiner als de groep van deze herdershonden. En de heer Carrero zal ze één voor één bekijken, vermoed ik. Ah, hij gaat ze eerst allemaal samen laten lopen. Dat is een goed idee. Bouvier de Flandre, Collie, Ausie, Poelie, Schipperke en Wels Corgi. Bereid u maar voor. There they go. En we gaan ze één voor één even hun gangwerk nog eens laten zien. De Bouvier de Flandre of de Vlaamse koehond. Ondanks het feit dat hij Vlaams wordt genoemd, is hij toegewezen aan Frankrijk en België. Dus hij is een Franco-Belgisch ras. Hij is in realiteit ontstaan op de border La Frontière met Frankrijk. De Boever. Heel rustieke hond, stevig. Zacht aardig eigenlijk. Zo moet het ook zijn. Goed bestand tegen weer en wind. Stevige vacht. Dichte vacht eerder. En dan krijgen we de collie. De langhaar collie. Heel, heel populair als ik klein was. Weet u nog Lassie op tv? Lassie en Bessie. Dat was hij. En ik wou er ook zo een, maar kreeg er geen. En die Lassie die kon van alles. Deze ook, denk ik. Heel verstandige honden. Intelligent zou ik ze noemen. De Collie. En dan komt de Australian Shepherd. Of de Australische herdershond. Populair geworden. Dat is ook voorspelbaar. Prachtige hond. Goed gehoorzaam. Meestal makkelijk in karakter. De Ausie. De Poelie. Komt uit Hongarije. Met zijn vervilte vacht. Moet zo. En dat is ook mooi als hij springt. Als hij achter de koeien of de schapen aangaat. Is het eigenlijk spectaculair om te zien.
hoe dat die vacht mee in alle richtingen gaat. Uit Hongarije, de Puli. En de Little Black Devil nou, de schipperke. De kleinste van deze groep is de smallest one of group one. It's a small Groenendaal in reality. And they told me that long time ago, between the Schipperke and the Groenendaal, there was a Leuvenaar. So there was a different one, a medium one. I have some photographs, but that's all. Het Schipperke. En de Welskogi, Pembroke. Is heel populair geworden, de Welskogis. De Queen of England heeft er zeker aan geholpen. Het was haar geliefde ras. Ze heeft er geen meer nu. Ze heeft er geen enkele meer. De Welskogi Pembroke. En in de selectie. De Welskogi. Het schipperke. En one more, de Bouvier de Flandre. En graag uw applaus voor de prachtige honden die de ring verlaten. Maar bij deze groep 1 op de derde plaats, third place, het schipperke. En de winner is, en we zien hem straks terug, de Welskogi Pembroke. En op nummer 2, de Bouvier de Flandre.